Dag kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Yepide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Nou, dankzij de donaties van een aantal donateurs hebben wij wederom een aantal gezinnen kunnen helpen. Vandaar dat wij het belangrijk achten om dan ook dank uit te brengen aan al deze organisaties die het mogelijk hebben gemaakt dat wij dan hebben kunnen doneren. Zo gaat onze dank uit naar enkele personen van scholengemeenschap Kwata en in deze de heer Sital, de heer Sunenden, de heer Dwarka, de heer Bhaggu, mevrouw Jarbanden, mevrouw Kunden Laal en zij hebben aantal levensmiddelen gedoneerd die wij namens deze personen dan konden doneren aan sociaal zwakkeren in de gemeenschap. Onze hartgrondige dank aan al deze personen van voornoemde school in deze scholengemeenschap Kwata. Onze dank gaat verder uit naar mevrouw Rashida N. die een aantal levensmiddelen pakketten heeft gedoneerd. Nogmaals, onze hartgrondige dank aan mevrouw Rashida N. voor haar levensmiddelen pakketten. En van hieruit willen wij mevrouw Rashida dan ook Eid Mubarak, een gezegende Ramadan, een gezegende Eid al-Fitr toewensen. Nou, het is einde van de maand Ramadan en we wensen mevrouw Rashida en haar familieleden, haar gezin, dan ook een gezegend Eid al-Fitr feest. En nogmaals onze dank mevrouw Rashida dat wij namens u de pakketten hebben mogen doneren. Onze dank gaat verder uit naar Julfen Groep die een aantal zakken rijst heeft gedoneerd. Nogmaals Julfen Groep NV aan de Kwataweg 816. Ook aan jullie wensen wij een gezegende maand Ramadan, het afloop daarvan, dat jullie gebeden verhoord mogen zijn en dat wij jullie en jullie gezin dan ook een Eid Mubarak toewensen en nogmaals bedanken voor de zakkenrijst dat jullie gedoneerd hebben. Onze dank gaat verder uit naar marktmeester Gautam Dhanai voor zijn groentepakketten die zeer verwelkomd wordt door de gezinnen. Heel hartelijk dank aan marktmeester Gautam Dhanai. Heel veel kijkplezier. Meneer Kouleser, John Chowerhe, Upathuis Julfen. Mevrouw Rashida N. Ja, mevrouw Rashida N. Upathuis Itas met levensmiddelen. Dat is namens mevrouw Rashida N. Our school care, heer Sital, scholengemeenschap Kwata, omdat het hier gaat om een gezin met meerdere mensen, geven we hun dus wat extra spullen erbij. En dat komt van scholengemeenschap Kwata, heer Sital, heer Sunenden, heer Dwarka, heer Bhaggu, mevrouw Jarbandhan en mevrouw Kunden Laal. Op het huis 1 kilo aardappel, er is ook nog uien, 2 blikken bruine bonen, sardine, olie, toiletpapier en ook nog poederzeep. Dat is namens een groep van scholengemeenschap Kwata. Op het huis Ik Palwaar uit Nederland in verband met Eid al-Fitr. Een familie uit Nederland in verband met Eid al-Fitr, 600 SRD alsjeblieft. Palwaar Yankee Koolvet in verband met verjaardag van Ashitos Yankee. Ashitos, behal 28 april, Pandra Bariske. Hij is 15 jaar jong geworden. Ik envelop. En mevrouw Santa Bhagwandin, Den Haag Nederlandse. Ja, Santa Bhagwandin uit Den Haag, Nederland. 200 SRD, alsjeblieft. Kus mate bole, sapke? Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het
Ten eerste laat hij alle donateurs van heel hartelijk bedanken. Maar hij heeft het ook over zijn gezondheidssituatie die met de dag steeds achteruit gaat. En hij weet niet hoe lang hij nog te gaan heeft, zegt hij. Maar kortom, wat hij aangeeft is dat het niet goed met hem gaat. Meneer Codriton, u krijgt een tas met levensmiddelen van mevrouw Rashida N. Ja, mevrouw Rashida N. geeft u een tas met levensmiddelen aan mevrouw. Zij wenst anoniem te blijven. U krijgt 5 kilo rijst van deze mevrouw. En u krijgt van marktmeester Gautam Dhanai dan ook een tas met verse groenten van een familie uit Nederland. Ja, een familie uit Nederland. U weet dat we gaan naar het Idul Fitterfeest. En van hun krijgt u 600 SRD, alstublieft. Van familie Yankee Kulfat. In verband met de verjaardag van Ashitosh Yankee. Op 28 april is hij 15 jaar geworden. Ashitosh Yankee is 15 jaar geworden. En u krijgt namens hem ook een enveloppe. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Natuurlijk, is altijd. Donateurs, bedankt. Jullie gedenken altijd aan de zwakkeren. En ga jullie zo door met jullie werk. En die jongen van 15 jaar, doe je best op school, maak het. En als je groot bent geworden, kan je zien wat je gedaan hebt voor iemand die in nood is. Doe het. Dat je ook helpt door God, die je moet beschermen. En God weet wat in je hart zit. Want als God niet wilde, zou je het niet doen. En kom uit je hart en doe het. En voor al die donateurs met rijst en groenten, danken jullie wel. Jullie zijn altijd welkom. En meneer Ganesh, dank u wel. Want u doet uw werk perfect. Ik volg u elke dag bij Pram Alert, TBN. U wordt gevolgd door mij, u mag het weten. Als ik 21 zet, dan weet ik wie ik kan zien. En u doet uw werk naar behoren, u doet uw werk goed. Nog bedankt. Hartelijk dank. En God zegen jullie allemaal, de donateurs, jullie allemaal gezegend door God. En ik zal voor jullie blijven bidden. En vooral voor die jongen van 15 jaar. Ga ik zeker blijven bidden dat hij 100 jaar wordt. Mevrouw Rangu, Ijon Chaurhe, Ijon Pathuis Abkhatin, Julfen, ik bedrijf, Kwata Wegme, John Levensmiddelen, Upathuis, mevrouw Rashida. Arjun Tarkari hai, upathais markmeester Gautam Dhanai, Barka Bajar ke larka Akash, 28 april ke ka janamdin raha. Aur Akash wordt gefeliciteerd door zijn moeder. Ab khat pathais ek envelop. Aur Iba ek meneer, je pen naam na mange, ma deel se pathail I paisa. E man hai 50 Amerikaanse dollar. Cha, I paisa turali hai, ta apke kus ho jayega. Jenna donateur hè, kus maat heb bolen. Ha, acha, jij deze lokke boed dani baad ma, Bhagwan lokke kamai me barakat deve, aise bandar bharale hè, bhijja sabke, aise me abhi, adem garib manaiche deve, boed dani baad ma sabke kamai me Bhagwan barakat deve, isne malik banaye hè, ab me aise mile, sab chik tam mahanga hoye bhijja, ha. Mevrouw Lekwati Anroot, u krijgt namens mevrouw Santa Bhagwandin uit Den Haag, Nederland. Ze heeft op uw naam een enveloppe gestuurd. Ja, Santa Bhagwandin uit Den Haag, Nederland, voor mevrouw Lekwati Anroot. Een bedrag van 1000 SRD, alstublieft. En u krijgt van familie Yankee Kulfat in verband met verjaardag van Ashitosh Yankee. Op 28 april is deze jongeman 15 jaar geworden. En u krijgt ook een enveloppe van hem.
U krijgt een zak. Ja, u krijgt een zak rijst van Julven, dat is een bedrijf de Quatta. U krijgt levensmiddelen van mevrouw Rashida N. En u krijgt verse groenten van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt. Wenst u wat te zeggen aan de donateurs? Ja, dank voor iedereen die mij heeft gesteund. U bent een beetje ziek, zie ik mevrouw Androet. U bent getroffen door een beroerte. Ja. Ja, hoe lang terug? Al 2,5 jaar. U bent gewoon plotseling ziek geworden? Ja, gewoon een aanval. Oké. En u vertelde me dat u de zorg hebt, dus over 2 kleinkinderen ook. Ja? Jawel. Oké. En het is een beetje zwaar voor u dus? Ja, en weinig inkomen. Ja, ja. Hoe oud bent u, als ik het mag weten? 60. Dus nu pas krijgt u uw AOV? Ja, sinds deze december. Oké. Dus dat helpt dus een klein beetje. Jammer. Ja, maar u hebt dus de zorg over 2 schoolgaande kinderen. En dat, ja, moet u, en dat moet u allemaal doen. Nou goed, we zijn de donateurs dankbaar. Dit is een adres die we hebben gehad van mevrouw Bhagwandien uit Nederland, die de enveloppen heeft gestuurd. We kenden haar woon- en leefsituatie niet. Maar we zien dat het een mevrouw is, welke ziek is, getroffen is door een beroerte. En zoals ik het al zei, ook de zorg heeft over 2 kleinkinderen. En ze geeft het aan dat het zwaar voor haar is om de eindjes aan elkaar te knopen. Vandaar dat ze dus dankbaar is voor deze donatie. Is goed, mevrouw Androet, tot de volgende keer, ja? Ja, nog bedankt voor jullie ook. Heer Merto Di Cromo. U krijgt een tas met levensmiddelen van mevrouw Rashida. Ja, van mevrouw Rashida krijgt u een tas met levensmiddelen. U krijgt ook een zak rijst van een mevrouw. Zij wenst anoniem te blijven, maar ze heeft het met alle liefde gedoneerd. En u krijgt groenten van marktmeester Gautam Dhanai. Namens mevrouw K. Rahman uit Den Haag, Nederland. Ja, mevrouw K. Rahman uit Den Haag, Nederland. Krijgt u een enveloppe, alstublieft. En van familie Yankee Koolvoet in verband met de verjaardag van Ashutosh Yankee. Hij is op 28 april 15 jaar geworden. Familie Yankee Koolvoet, 15 jaar Ashutosh Yankee, ook een enveloppe. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja, ik bedank iedereen die donatie gestuurd. En de jarige is hartelijk gefeliciteerd. God zegen nog vele jaren na deze. Ik bedank allemaal. Okay. Maar mevrouw Rijma, bedankt ook. Hartelijk dank. Ja, dat is alles. Dan ga ik doen en alles zijn met je. Heel hartelijk bedankt. Mevrouw Anita, u krijgt een tas met levensmiddelen van mevrouw Rashida N. En dat is dan in verband met het Eid al-Fitr feest. Krijgt u dus wat levensmiddelen van mevrouw Rashida. U krijgt een kleinere zak rijst van 5 kilo. Dat krijgt u van een mevrouw, ik mevrouw Deelba. Ze wil haar naam niet, ze wenst anoniem te blijven. U krijgt groenten van marktmeester Gautam Dhanai en van Julven, ik bedrijf Quatta, Palwar Julven, krijgt u een zakreis van 10 kilo. U krijgt van mevrouw Santa Bhagwandien uit Den Haag, Nederland. Ja, Santa Bhagwandien uit Den Haag, Nederland. 200 SRD, alstublieft. En u krijgt van een heer, hij wenst anoniem te blijven. En van deze heer krijgt u 50 Amerikaanse dollars. Alsjeblieft, wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, meneer Ganes, die anoniem heer zieke kinderen geven, die zeg ik heel, heel hard bedankt. Mm-hmm. En God zegen voor die zieke kinderen. Ja, ja, ja. En ik wens dat die kinderen snel beter worden, meneer Ganes, ja. En namens mevrouw Santa Bhagwandien uit Den Haag. Gewoon geeft ze, of is ze jarig of wat? Ze geeft gewoon. Oké. Dank je wel, meneer, mevrouw Santa Bhagwandien. Heel, heel hartelijk bedankt. En dingen, ik
alle wensen wat Allah gaat je geven, alles wens wat ze heeft, gaat Allah haar geven. En die mevrouw Rashida, ik zeg je Ramadan Mubarak. En ik zeg je nog, maandag is het Eid van ons, dus ik wens je een Eid Mubarak. En alle wensen gaat Allah je vervullen. Ja, en die ene? Ja, die is van een mevrouw. Mevrouw, die heeft me die reis, een zak, 5 kilo reis gegeven. Ik zeg haar ook hartelijk bedankt. En alle wensen gaat Allah haar vervullen. En marktmeester ook heel bedankt. In deze tijd geeft hij me zoveel groenten. Ik ben heel blij met hem, ja. En die ene reis, Julfan ook, ben heel blij. Ik zeg alle donatie nogmaals, heel bedankt. En Ramadan Mubarak. En alle wensen, wat ze willen, gaat Allah in deze maand vervullen voor haar. En voor u ook, meneer Ganesh. En voor Raj ook. Alle wensen gaat Allah vervullen. Nee, dank u wel, mevrouw Anita. Ook voor u en uw gezin. Mogen jullie gebeden verhoord zijn. En dat ook voor jullie een gezegend een Eid Mubarak voor straks. Ja, een gezegende Eid. Ja. Ja, een gezegende Eid. En dat jullie toch, dat uw wensen en dat uw gebeden verhoord mogen zijn. Ja, dank u wel. Dank je wel, meneer Gane. Mevrouw de weduwe, mevrouw Bagelu, u krijgt van mevrouw Rashida N. deze tas met levensmiddelen. Ja, nogmaals, dat is van mevrouw Rashida N. En u krijgt van Julfen Groep NV. Aan de Quattaweg, nummer 816, een zakreis van 10 kilo. U krijgt van mevrouw Santa Bhagwandin uit Den Haag, Nederland. Ja, mevrouw Santa Bhagwandin uit Den Haag, Nederland. Krijgt u 200 SRT, alstublieft. En namens mevrouw Gina Silgobind, ja, mevrouw Gina Silgobind, 1000 SRD, alstublieft. Ja, wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, heel hartelijk dank. En God zegen hen met rijke rijkdommen en zo. En hun gezin en zo. Moet iedereen gezond blijven. En heel hartelijk dank iedereen, jullie ook. De donaties van mevrouw Rashida N. in verband met Eid al-Fitr geven we ook aan familie Dos Mohammed en mevrouw Dos Mohammed, de vrouw des huizes, die zal dan de donatie in ontvangst nemen. En ook de heer Mike, die heeft in verband met Eid al-Fitr een extra pakket gestuurd voor familie Dos Mohammed. En John Chaurhe, mevrouw Dos Mohammed, dat komt van Julfen, ik bedrijf he, Kwatake. Een familie uit Nederland in verband met Eid al-Fitr. Ja, ik Palwaar, Nederlandse, het huis 600 SRD, alstublieft. En meneer Abdul Sahid Jan Mohammed, Jonke Janam Dienraha, 28 april. Hij is 75 jaar geworden, commissaris Weitingweg. Hoe lang gaat Abi in verband met Eid al-Fitr? Ik envelop het huis. Kusmate bole, donateurske? Kusmate bole, roja ke mahina he, her moslim bhai bahin ke, roja mubarak, ouro. Bahut shukuria, kaike saudam lokat patais or envelop, usapke bahut shukuria. Araplonke abi, ek gesegend, Eid al-Fitr, cha, mevrouw Dos Mohammed, meneer Dos Mohammed ke, Arabke larkanke, sapke boldie, ki ek gesegend Eid al-Fitr. Ja, bedankt meneer Ganesh, apke vi bahut bedankt. Mevrouw Rosa, ijon pakket he, i pakket apkat patais, palwar. Rashida, mevrouw Rashida N. Pathijs, op het levensmiddelenpakket. Arjun Chaurhe, op het huis Julfen, ik bedrijf Quattawegke. Ik Palwaar uit Nederland in verband met Eid al-Fitr. Ja, ik Palwaar, Nederlandse, op het huis 600 SRD, alstublieft. Ar Palwaar Yankee Kulfat in verband met verjaardag van het Ashitosh Yankee. 28 april, Larkabhal Pandra Bariske, Arabkat Pathuis, ik envelop, alstublieft. Kusmate Bole, donateurske. Ha, Larkwake Khadbi Bahut Bahut Dhan Bhat Haiga.
अदलका बोले लियो के सब कोई के खास बहुत धन्यवाद है बहुत शुक्रिया है जौन परवा तो बोलो हम जाने हमारे परिवार है तो सबके खास सबके बहुत बहुत शुक्रिया है बहुत धन्यवाद है कब्बो में ख्याल करी समय ताकि से उ लोग के सदा झोरी भर भगवान उ लोग के सदा सुखी रखे गरीब दुखियन के दान पुण्य करे ताकि सब चीज सदा भगवान उ लोग के ख्याल करे गरीब लोग के चाहिए ताकि के Heer Meghu, u krijgt er levensmiddelen. Dat is in de rode zak en in de groene zak van scholengemeenschap Kwata. De heer Sital, de heer Sunanden, heer Dwarka, heer Bhaggu, mevrouw Jarbanden en mevrouw Kunden Laal. Zij moesten een project uitvoeren en vandaar dat u dan de levensmiddelen krijgt. Rijst, 5 kilogram, krijgt u van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. En een grotere zak rijst, omdat het hier om meerdere mensen gaat in het gezin, krijgt u van Jules van Kroep. Groente van Mark Meester, Gautam Dhanai. U krijgt verder van, ja, u krijgt verder van mevrouw Elfie, ik envelop, alstublieft. En u krijgt namens een heer die anoniem wenst te blijven. Ja, een heer die anoniem wenst te blijven. Van hem krijgt u 50 Amerikaanse dollars. Alsjeblieft. Kusmate bolle donateurske? Ja, ik zeg alle donateurs. Ik ben echt dankbaar voor de goederen wat zij hebben me gegeven. Nou, en wie heet die? Dit komt van een heer die anoniem wenst te blijven, ja. En de heer die anoniem wil blijven, ik ben ook dankbaar van hem. En die andere ook. Ja, mevrouw Elfie. Mevrouw Elfie ook, ja. Ik ben echt dankbaar. Jullie, je krijgt er van scholengemeenschap Kwata, dat is dan de wit-rode tas, wat levensmiddelen. Wat studenten, wat personen moesten een project uitvoeren, een sociaal project. En in deze gaat het om de heer Sital, de heer Sunanden, heer Dwarka, heer Bhaggu, mevrouw Jarbanden en mevrouw Kunden Laal. Allen van scholengemeenschap Kwata en ze hebben wat levensmiddelen voor jou gestuurd. Je krijgt er een zak rijst van Julfen, dat is een bedrijf aan de Kwata. En groente van Mark Meester, Gautam Dhanai. Een heer wenst anoniem te blijven, maar hij heeft me gevraagd om het aan kinderen te geven die het nodig hebben. En zo hebben ze voor jou dan gestuurd 50 Amerikaanse dollars, alsjeblieft. En van Akash, die op 28 april jarig is geweest. Ja, Akash, 28 april jarig. En hij wordt gefeliciteerd door zijn moeder. Van hem krijgt u ook een enveloppe, alsjeblieft. Wilde je wat zeggen aan alle donateurs? Ja, alle donateurs worden heel hartelijk bedankt voor hun donaties, rijst, groente en levensmiddelenpakket. En groente, hè? Rijst, groente en een levensmiddelenpakket en enveloppes. Alle donateurs heel hartelijk bedankt. Namens mij ook en mijn moeder ook. Ik was alleen het heel goed gebruiken ook. Ja, en ook deze moeilijke tijd dan gebruiken we met heel veel zuinig. En ja, met heel veel, ja, we gebruiken het heel goed hoor. Ja, hartelijk bedankt donateurs en... Ik zou zeggen, heel veel succes. En blijf dan mensen steunen in de gemeenschap die het moeilijk hebben in deze moeilijke tijd. En in deze periode. Ja, en ja, ik heb ook goed nieuws. Ik ga ook beginnen 9 mei bij de Stichting Blindenzorg. Ga ik ook beginnen met opleidingen volgen. Dus... Ze hebben me ook gebeld. Dus ik had ook diploma gehad, hè, dat weet u toch? Ja, ja. Dus nu dan begin ik dan één keer per week.
Dus ja, okay. Elke maandag. Dus ja, thuisblijven is ook geen optie, toch? Dus ja, iets doen bij de stichtingen, opleidingen volgen, computer en administratieve dingen. Ja, dan ben ik zo'n beetje ook bezig daar. En ja, dan ben ik ook zo een beetje ook met de mensen in contact. En dan ben ik ook bezig zo'n beetje met de mensen. En ja, en ook een beetje kennis met hun. En ja, want ja, ze zat ook een tijdje thuis. Dus ja, dus nu dan... Dan ga je nu een beetje eruit, hè? Ja, dan kan ik ook een beetje eruit, hè? En dan ga je wat nieuwe vrienden en vriendinnen maken. Ja, toch? Ja. En dan kunnen jullie heel wat zaken bespreken. Jullie zijn jongeren. En dan kunnen jullie over zaken praten die jongeren aangaan, toch? Ja. En ja, dus zo. Dan ga ik dan ook van start aan volgende maand, 9 mei. Dan ben ik ook zo'n beetje eruit. Want thuis zitten is... Ja, daar word je niet... Dat wordt niet zo fijn en thuis blijven is ook niet zo leuk. Ja. En dus daarom daar ben ik ook een beetje eruit. Ja. En daar heb je ook plezier in die opleidingen. Ja, ik had ook ervoor gekozen. Dus ja, dan heb je ook plezier in die dingen. Ja, dus dat wilde ik eventjes een beetje delen met de gemeenschap. Dus dat ze ook een beetje weten over mij. Dus ik wil toch bedanken dat jullie toch even de gelegenheid heeft gegeven. Dat ik even toch iets met jullie kan delen. Ja, nou, heel leuk dat je wederom start. Mogen we je van hieruit dan ook heel veel succes toewensen. En zodra we hier komen, zullen we dan horen welke vorderingen je allemaal maakt. Nogmaals, heel veel succes, ja? Ja, zeker wel. En zeker wel zullen jullie dan horen wat ik dan allemaal doe. En ja, nou, dankjewel voor de gelegenheid. En mensen ook bedankt dat ze, misschien zitten ze ook nu te kijken ook. Of ze ook luisteren, ja. Donateurs ook en vele mensen. Ja, families ook, die zijn ook trots dat ik toch een beetje eruit kan gaan. Ja, en dan zo ben ik dan ook bezig. Is goed dan. Donateurs, dank je wel voor jullie dag. Nogmaals donaties. En ik hoop nog jullie ook te zien, meneer Ganesh. Mevrouw Sharda. Sadhana. Oh, Sadhana. Ja, mevrouw Sadhana. U krijgt een zak rijst van 10 kilo. Ja, ik zak het jou, dat is kilo van Julfen Groep. Ja. Ja. U krijgt deze witte tas. Ja. Ja, dat is deze tas met levensmiddelen. Krijgt u van mevrouw Rashida. Ja, mevrouw Rashida heeft dat voor u en uw gezin gestuurd. U krijgt, omdat u een groter gezin hebt met meer kinderen. U bent moeder van 7 kinderen. Dus u krijgt daarom een extra zak rijst van 5 kilo van een mevrouw. John Deelse Patel, Apanam Namange. Ja, maar ze heeft het met alle liefde gestuurd. En schoolkelerken in deze scholengemeenschap Kwata. Oezap ik project uitvoer Kereba. En het gaat in deze om de heer Sietel, de heer Sunenden, de heer Dwarka, de heer Bhaggu en mevrouw Jarbandhan. Het zijn allemaal, en mevrouw Kundanlal. Het zijn allemaal personen van de scholengemeenschap Kwata. Oezap Abi Ekat Goedradis, dat is dan die bruine bonen. Broodbeleg, er moet nog een potje zijn. Dingen. Volgens mij is het hier ergens. Dit is ook van hun. Ja. Dus bruine bonen, jam, chocopasta en toiletpapier. Dat krijgt u dan van deze mensen van scholengemeenschap Kwata, die ook een project helpen uitvoeren. Verder, Apawehe van mevrouw Santa Bhagwandin uit Den Haag, Nederland. Ik envelop met 200 SRD, alstublieft.
en mevrouw Gina Siugobind. Ja, mevrouw Gina Siugobind. Op gaat het huis, 1000 SED. Alsjeblieft. Kusmate bolle, donateurske. Ham is op donateurske, sapke hartelijk bedankt Karela. Ki hamke kushtani chani dedi se. Is op ke bhagwan bahut barakke dega. Etna chich se hamke stuin kerdi sega. En sapke bal bachan, mooi phal, phule phale. Mevrouw Sadhana laat de donateurs van harte bedanken. Ze is heel erg ingenomen met de donatie dat de Almachtige niet alleen hun, maar ook hun kinderen en kindskinderen mogen zegenen. Nogmaals bedankt ze alle donateurs in deze voor de donaties. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yipide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Onze dank gaat uit naar de heer Sital, heer Sunenden, heer Dwarka, heer Bhaggu, mevrouw Jarbanden en mevrouw Kunden Laal, allen van scholen gemeenschap Kwata die levensmiddelen hebben gedoneerd en hiermee hebben wij een aantal gezinnen blij kunnen maken. Onze dank gaat uit naar Julfen Groep NV voor hun donatie. Zij hebben een aantal zakken rijst gedoneerd. Hartelijk dank Julfen Groep en we wensen u en allen van u dan ook een Eid Mubarak. Mevrouw Rashida N, ook bedankt voor uw levensmiddelenpakketten en ook aan u een Eid Mubarak. Verder marktmeester Gautam Dhanai voor zijn groentepakketten. Wij zijn de marktmeester zeer erkentelijk, zeer dankbaar. Wenst u in contact te treden met Stichting Yipide, dan kunt u gerust bellen op de telefoonnummers 857-3x47, 857-3x47, 87-4x93. 87-4x93 of op het kantoornummer 43-99-23 of u loopt er langs aan de Kokobiakoweg nummer 48. Wilt u het makkelijker voor uzelf maken? Nou, dan heeft u de rekeningnummers van Stichting Yipide in beeld. Het is in deze een euro, een US dollar en een SRD-rekening waarop u dan ook uw financiële donatie kunt doen. En dat komt dan terecht bij allen die daartoe behoeftig zijn. Nogmaals, dank u wel donateurs. En wij willen van hieruit ook de totale rokomangs, totale arbeidende klassen van Suriname feliciteren met 1 mei Arbeidersdag. Het is een vrije dag. Gaat u bezinnen. Gaat u na wat u goed doet en wat u minder goed doet en dat u dan daarin verandering brengt. En het is een long weekend, want dan wordt er in Suriname en over de hele wereld ook het Eid al-Fitr feest gevierd. En we willen van hieruit een ieder, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters, dan ook een Eid Mubarak toewensen. Laten wij hopen dat al uw gebeden gedurende de gezegende maand Ramadan verhoord zijn geworden. En dat alles dat u heeft gevraagd, dat ook u mag toekomen en ook allemaal positief. Nogmaals, dank aan een ieder voor uw donatie. Onze dank gaat verder uit naar cameraman Raj Mahangu, naar de dames Supraya, Rishma en Aarti van de administratie, Sunny Rambali voor de editing. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.